Alle Golf GTI die er geweest zijn, hadden de 3 en de 4 echt de minste reputatie. De Golf 4 GTI die kwam best wel snel al toen de Golf 4 aantrad in 1997. Maar die GTI ja, die was eigenlijk niks bijzonders. Dat was gewoon een 150 pk 1.8 turbo met alleen een GTI logo. Je zag aan de buitenkant eigenlijk niks van het feit dat het een GTI was. Maar in 2001 bestond het fenomeen GTI 25 jaar. En toen hebben ze gedacht bij Volkswagen, nu gaan we een feestje bouwen. Dat werd deze GTI Edition. Die kwam ook naar Nederland. En als bonus hadden Nederlandse kopers 30 pk meer dan de Duitse GTI Edition kopers. Ja, hoe zie je nou dat het een GTI Edition 25 jaar is? Nou, dat zie je bijvoorbeeld aan die donkerder tint in de koplampen. En op de neus zit ook een GTI logo. De auto is lager, 20 mm verlaagd ten opzichte van de GTI met 150 pk. Hij is lager, hij heeft ook hier die skirt. En die schitterende wielen, dat is ook echt het kenmerk van de GTI Edition. Het zijn 18-inch wielen, daaromheen lagen banden in de breedte van 225 mm. En aan de achterkant zag je ook een ander uitlaateindstuk, een andere onderbumper, een ander uitlaateindstuk en hetzelfde GTI logo als wat de GTI al had. Voordat ik je ga laten zien wat er in het interieur anders is aan de Edition, zal ik even iets vertellen over die motor. Want daar is bij de Nederlandse versie iets bijzonders mee. 20V Turbo, oftewel de 1.8 20VT. Nou, dat was de 1.8 viercilinder met 5 kleppen per cilinder. Dus het was een 20 klepper. 4 keer 5 is 20 nog altijd. De 1.8 20VT, dat is een van de betere blokken, denk ik wel, die Volkswagen ooit gebouwd heeft. Ze zaten eigenlijk in de Audi TT, de eerste generatie. De Golf 4 kreeg ze. Er zaten eigenlijk in heel veel modellen. Seat gebruikte het veel. Nou, die 1.8 20VT, die had je dus in de Golf GTI, de Golf 4 GTI, met 150 pk. Totdat in Duitsland de Edition kwam, de ere van 25 jaar GTI. Nou, in Duitsland kreeg hij toen de 180 pk versie. Dat was trouwens de basismotor ook van de eerste Audi TT. Nou, 180 pk dachten ze bij Pon. Dat vinden we eigenlijk niet genoeg. We moeten echt een feestje bouwen. Dat verdient die Golf 4 GTI. Hij moet nu eindelijk leuk gaan worden. Dus alle Nederlandse kopers kregen 30 pk extra. Er zit een andere chip in en daardoor levert hij 210 pk. Nou, dat aanpassen aan de buitenkant hebben ze wel doorgetrokken naar de binnenzijde. Als je instapt zie je al GTI-lijsten en dan zie je vervolgens best wel hele mooie Recaro-stoelen. Daar staat in zelfs GTI-Recaro. Ze hebben wat van die zilveren accenten. Maar het allerbelangrijkste voor golffans, en ja, daar worden golf-GTI-fans altijd een beetje weeg van, dat is die golfbal als po-knop. Dat kreeg deze auto weer voor het eerst in vele jaren weer. Het was van de Golf 3 GTI wel een edition 20 jaar, 20 jaar GTI. Die had het geloof ik ook, maar ja, op die 4 kwam het ook weer terug en dat is altijd goed om GTI-fans blij te maken. Ja, die Golf 4 is van binnen wel echt een van de mooiste Golf van al die 8 generaties die er geweest is. Ik vind het echt een heel mooi dashboard met ja, die mooie middenconsole die zo'n beetje naar je toe staat. Een beetje BMW-achtige uitstraling vind ik het. Het doet me al een beetje denken aan het 5-serie E39 dashboard. Dat is het over de Golf 4. En die Golf 4, ja, aan snelle versies hebben ze eigenlijk nooit gebrek gehad. Er waren zoveel dikke motoren. Dat was een V5, dat was een 5-cilinder. Dat was eigenlijk een VR5. Dus een VR6 met 1 cilinder minder. Dat was dus een V6, 2.8 V6 for motion, 4-wielaandrijving. Die had 204 pk. Die V5 150, later 170. En dan die 1.8 turbo met 150 pk. En later dus in Nederland, in deze versie, 210 pk. En dat was gewoon echt wel een kanon voor die tijd. Want dat, ja, dat middengebied, dan gaat hij echt af. En hij voelt zelfs nu nog snel aan. Dat is gewoon heel lekker. Rij rustig, dan voel je altijd, dan voel je al die drang om te versnellen. Hij is een beetje hitsig, die motor. Dat komt natuurlijk ook wel door die andere chip die erin zit. 210 pk. Daarmee had hij net zoveel vermogen als de eerste versie van de Audi S3. Nou, in 2001 heeft de Autoweek deze auto ook gereden. En toen hebben we hem gemeten. En toen bleek hij echt super snel op de tussensprint. De fabrieksopgave is 7,4 seconden van 0 naar 100.
Dat haalde hij, maar op de tussenspins was hij zelfs nog een fractie sneller dan de Audi S3. Nou, de Audi S3 kreeg later 225 pk. Dus ja, toen was de Audi S3 wel weer iets sneller. En dit was tenslotte ook maar een tijdelijke versie, hè, waarvan er maar 100 stuks in Nederland geleverd zijn. De Golf GTI Edition 25 is echt een leuke, snelle hatchback met echt een machtige motor. Die motor is echt dé attractie van deze auto. Wat valt verder op? Ja, het valt me altijd op als je dan in hot hatches van 20 jaar geleden of meer geleden of langer geleden gaat zitten. Hoe hoog je dan zit. Nou, die kuipstoeltjes van deze GTI met die Recaro opdruk, die zitten wel heel goed. Ik ben redelijk fors hier in het midden. Je moet niet veel dikker zijn dan ik nu ben. Ja, dus die motor is dus die grote attractie. Het schakelt goed. De wegligging, nou, hij is dus verlaagd ten opzichte van een normale GTI. Maar ik vind dat hij best wel ver uit de veren komt. En de eerste keer dat ik echt hard over een flyover ging, lag daar een drempeltje in. Toen kwam die best wel hoog uit die veren. Toen dacht ik even, wow. Hij is niet zo strak als ik had verwacht. Is die GTI 25 dan de geheimtip voor de Golf 4, leuke Golf 4's? Ja, het is echt wel een bijzondere versie. Hij ziet er heel goed uit. Maar qua attractiewaarde verslaat hij ook weer niet de Golf 4 R32. Die kwam in 2002, een jaar nadat deze was gelanceerd. En ja, die auto was toch wel zo bijzonder met die mega blubbervette 3,2 VR6 motor met 240 pk. Hij is niet echt veel sneller dan deze, alleen van 0 naar 100, op de tussensprint niet. Maar die auto ligt wel beter op de weg, heeft vierwielaandrijving, heeft een nog dikker uiterlijk. Is ook veel duurder nu nog, want ja, voor een goede R32 betaal je nu zo tussen de 35.000 en de 45.000 euro. Nou, deze GTI Edition 25, als je er al een vindt, dan is het vaak een geïmporteerde uit Duitsland. En die heeft dan standaard 180 pk. Als je er een van die 100 in Nederland geleverde GTI Editions vindt, dan weet je dat die 210 pk heeft, net zoveel als deze. En ja, daar heb je echt wel een van de bijzonderste Golf 4's. Maar de R32 is toch nog heftiger.